Dit is hem. Weer een non. Nido Queen. Nido Queen. Die is wel vet. Die is wel lief. Ja, hij is wel schattig. Maar deze had gewoon een shiny moeten zijn. Hoe kan dat nou? Ik weet het niet. De kans dat maar, voor de kijker wordt echt steeds groter. Ja, maar besef dat Enzo heeft natuurlijk ook aan het begin alles gehusseld. Ja. Dus het kan zijn dat al die ik pakjes... Ik kan aan me hasselen! Het kan zijn dat al die pakjes met de shinies onderop zitten, mensen. Dat die nog allemaal moeten komen. Dat heeft hij dan wel echt heel goed gedaan om de spanning gewoon te bewaren. Ja, maar dit zijn alle shinies tot nu toe, hè? Ja. Ja, Knol power. Dat is vet, hè? Ja. Oké, okay, let's go! Jij, de baas gaat weer... Ik voel dat die Snorlax erin zit. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Oké, daar gaat hij, dames en heren. Ik ben terug, ik ben terug. Het is heel erg leuk om te kijken, maar ook moeilijk, want je wilt het graag zelf openmaken. Remco, 3211 en Eug, dankjewel dat jullie een subje geven. G Media, dankjewel dat je een subje geeft aan It's Kims. Ruben Groen, dankjewel voor je donatie van €4,44 met daarbij als tekst. Je maakt me super blij. En je hebt superleuke vlogs. Dankjewel daarvoor. Throwride, dankjewel voor je 5 gifted subs. Shout out naar jou. Super Smilers, dankjewel voor je sub. En Richard Bruinsma, dankjewel voor de 300 bits. Kim van de Ploeg, dankjewel voor je suppie. Thanks voor de support, dames en heren. 1, 2, 3. 4. Nee, 3. Dit deed je goed. Nee. Ik hou het netjes. Ik hou het bij 3. Jordi van Riel 076, dankjewel dat je een sub weggeeft aan Buffalo Boy. En Joey 024, dankjewel voor je sub. De Soxy Riri Bonux Zuur, dankjewel voor je donatie. Niet Sammes en Tommy, dankjewel voor jullie suppies. Star Queen 797. Power. Dankjewel. Starqueen 797 gaf net een €100 donatie. Oh. Met als tekst erbij. Hey Enzo, ik heb Eternatus V, Lipert V. Nou, je ziet een paar kaarten staan. Wil je aan Vince vragen of dat goede kaarten zijn? Ja, het zijn hele coole kaarten. Hij heeft een paar V-Max, een GX, nog een V-card. Ik zou ze heel goed bewaren. Echt in een sleeve en in een toploader. En dan lekker opsturen straks. Top. Toch? Ja, toch? Oké, daar komt hij, dames en heren. Daar gaat hij. Hey, Licky Tang. Knol power. Het zijn hele mooie kaarten. Ja. Zeker. Oké, daar gaat hij. Dames en heren, dit kan wel echt heel, heel, heel erg gaaf zijn. Kan, hè? Ik zeg niet dat het zo is. Kan. Oh, let's go! Let's go! Een Nido Queen. We zouden staan. Oh, let's go! Wat jij dan ook? Ja. Heel cool. Let's go. Ja, dit is non-holo en dit is holo. En ik zei net tegen Myron, ik vind dat wel een hele mooie kaart. En nu krijg ik hem zelf holo. Heel cool. Nice. Nido Queen. Nice. Heb je daar wat over te vertellen? Dit Nido Queen. Nou, het is in ieder geval heel speciaal dat je eerst de non-holo doet en dan de holo. Dat is een gave volgorde. Ja, dat is wel echt heel cool. Deze kaart is in een 10 is die rond de €275 waard. Oeh, ik had meer verwacht. Snap ik. Want het is een koningin. Ja, en het is een hele coole kaart. Maar het is niet zeg maar de hypekaart die momenteel echt... Zeg maar, de hypekaart, die had je net, Jolteon. Ja, is ja. Echt een van de kaarten die wel echt heel cool zijn. Ja, dit is de meest waardevolle kaart die we tot nu toe hebben gepakt, dames en heren. De Jolteon. En we willen gewoon echt de Snorlax. Ja, we willen de Snorlax. We gaan door naar de Snorlax. We gaan door, dames en heren. We gaan naar de Snorlax. Oké, daar gaat hij. Throwride, dankjewel voor je 10 gifted subs eerder in de stream. Thanks daarvoor, baas. Mikey015 en Stijn de Beunhaas, dankjewel voor jullie suppies. Dr. Bernard, dankjewel voor je €13,37 donatie. Yo Enzo, nog veel plezier in je stream. En ik keek de documentaire van jou en toen moest ik huilen waar je toen stond en waar je nu staat. Niet normaal. Wow. Dat is liefde, man. Dankjewel. Heel erg tof. Voor de mensen die mijn documentaire nog niet hebben gezien, het is een documentaire van ondertussen volgens mij alweer een jaar geleden. Maar het is echt een prachtige documentaire. En ik ben er super trots op. Shoutout naar Jurien voor het fixen van de documentaire. Staat gewoon op een YouTube-kanaal. Mas Zai, dankjewel voor je €4,44 donatie. Over 2 pakketjes ga je een goede kaart krijgen, trust me. Dat is ondertussen 23 minuten geleden dat je dat had gezegd. Dus het kan zijn dat die al voorbij is gekomen. Oké, ja, de verpakking was niet helemaal mooi van die, dames en heren. Dat was de slechtste pack-opening tot nu toe qua pakketje heel laat. Juju, dankjewel voor de 5 euro donatie. Voelt als de Olympische Spelen dit. Unpack, chondeer. Alle liefde wordt je gunmaatje. Dankjewel, baas. Dreven Lema, dankjewel voor je sub aan Progress. Morio, dankjewel voor de 300 bits. Farouk
74 en Crocs, Iromis en Bratos en Lucas Kouwenberg. Dankjewel voor jullie suppies. Dr. Bernard, dankjewel nogmaals voor je donatie. Daar gaat hij, dames en heren. Een nieuw pakketje. Likitan. Daar gaat hij. Seeking, ook nog niet gezien volgens mij. Je Seeking hebben we al gezien. Ja, ja. Eevee, al vaak. Deze ook steeds vaker natuurlijk. Nou, we gaan de kaart steeds vaker zien hoe verder we komen. Alleen die allerlaatste. Dat moet gewoon een gekke kaart zijn, dames en heren. Oeh, deze hadden we al in holo. Maar dit is een mooie kaart. We kunnen hem ook weer afstrepen. We zeker moeten de 64 hebben, dus we moeten ze sowieso allemaal een keer gezien hebben. Zeker weten, ben ik het mee eens. Ik vraag me eigenlijk af wanneer het tijd is om een kaartje weg te geven aan de kijkers. Ik heb zo'n gevoel dat als ik zeg deze is voor een van de kijkers, dan zit daar de snorlax in. Dat kan zo zijn, hè, dames en heren. Dat een van jullie... Oh ja, en los van trouwens deze... want ik ga eentje van deze weggeven. Maar los van dat ga ik ook nog twee van deze tins weggeven. Dus dat wordt ook leuk. Dus blijf vooral kijken. Oerwoud Overlever en 0499363291. Dankjewel voor jullie suppies. Jetfire, dankjewel voor je €5,55 donatie. Oei, 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 voor geluk. Holy moly, wat vet. Oké, daar gaat hij. Jetfire. Ik ben benieuwd of dit het gelukspakje wordt. Teun van Alphen 2 en Osha Wut, dankjewel voor jullie suppies. Roddy Sluiter, dankjewel voor je €4,44 donatie. Oké, daar gaat hij. Merkel Beek, dankjewel voor je suppie. Mats 837, dankjewel voor je sup. En Mr. Pondaro. JP, dankjewel voor de 400 bits. Kiana 505X en Toxic Skill. Danny Boy en Lotte, dankjewel voor jullie suppies. Mark 19117, dankjewel voor de 300 bits. Daar gaan we, dames en heren. Geen gezeik, geen gezeur. En anders is achter mij de deur. Daar gaan we. Nee, ik vond het goed. Ik vond ook echt als een docent. Dat klonk een beetje als een meester of juffrouw vroeger, ik weet het. Maar daar gaat hij. Geen gezeur, geen gezeik, we gaan er doorheen. Vroeger liep ik de Krantenwijk. Hé, hey, Nido Queen! Al hebben we al twee keer gehad. Al drie keer in totaal. Eén keer holo en één keer niet. Twee keer niet. Wat leuk is, als je nu gewoon deze twee pakt en je zegt rechts of links, en dan gaat hij... Oh ja, dat is een goeie. Oh nee, maar dit gaat helemaal fout. Dat weet ik nu al, maar we gaan het wel doen. Oké, Myron heeft een idee. Ik heb hier twee pakjes. Ik heb hier twee pakjes. En één van deze pakjes ga ik aan jullie weggeven. En jullie kunnen stemmen welke ik aan jullie moet weggeven. Links of rechts. Er komt straks een poll in de Twitch chat. Ja, dus daar komt hij. Wil je wat drinken? Knol power. Oké, dames en heren, links of rechts. Jullie kunnen nu stemmen in de Twitch chat. Welke willen jullie, links of rechts? Cappuccino, schatje. Oh. Dat is eng? Ja, nee, ik hoorde dat. Oh. Knol power. Ze hadden het achter mij van, hey, wil iemand cappuccino? Wil iemand drinken? En ik hoorde cappuccino. Ik dacht, let's go. Oké, nu word ik echt pas druk. Nu word ik pas echt druk. Maar let's go. En dan straks die cappuccino. Ja, dan gaan maat, hey, maar ik hou ook gewoon van jou, weet je wel. Nee. Hey, let's go. Hey, ik hou ook van jou. Dit wordt hem. Dit wordt mooi, hè? Ik krijg tranen in mijn ogen en zo. Nee, doe nou rustig. We maken allemaal nieuwe vrienden hier. Allemaal nieuwe vrienden. Eén family, Poké family. Oké, dames en heren, jullie hebben gekozen voor rechts. Er zijn meer dan 5000 mensen die hebben gestemd op rechts. Dus dat is deze. Dit is de rechterkaart. Ja, nu niet meer, nu is dit rechts. Maar nee, flauw. Dit is hem, dames en heren. Oké. Om mee te doen met dit pakketje, dames en heren, hoef je maar één bepaald woord in de Twitch chat te gooien. Maar dit is de Snorlax en zo. Ja, dit, ja, dat kan. Dat zou zo zuur zijn. Hoezo zuur? Dat is toch wel heel cool? Ja, het is wel heel cool om dan ook weg te geven. Er was net iemand die zei van, als het de Snorlax is, mag je hem houden. Oeh, als het die... Het werd wel gezegd. Als die hem dan krijgt, dan... Oké, dames en heren, ik ga nu even een woord bedenken. Ik dacht, ik heb hem klaar, maar nee, ik heb hem niet klaar. Knol power. Danny! Doe geen Snorlax als woord. Geen story. Aan elkaar. Wij zijn mensen nu al een type. Oké, ik heb het woord getypt naar mijn moderator en die gaat dat nu instellen. Dames en heren, je kan meedoen
En op zich was het logisch. Ik heb me al heel veel voorbij zien komen. En jullie zijn er al mee bezig. Maar als je de Pokémon naam Snorlax typt, dan doe je mee. Dan zit hij erin, hè? Snorlax. En Snorlax typ je met de S-N-O-R-L-A-X. Knolpower. Zo typ je dat, dames en heren. Oh, ik doe zelf ook mee trouwens nu. Oh nee, ik heb nog Simone. Zo, Snorlax. Zo, ik doe ook mee. Ik doe ook mee. Spammen, spammen, spammen. Jullie ook allemaal meedoen? Allemaal meedoen? Ja, ja, ja. Want dan kunnen we hem zelf winnen. Goed. Daar gaan we. Ik heb hem gespamd, Snorlax. We hadden net gekozen, links of rechts. Dan zou die... Wat als die nou in de linker zat? Ja, dat kan ook. Wat als die nou in die linker zat? Hey, weet je wat wel echt het zieke daarvan is? Precies wat Vincent zegt. We hebben hier de linker. Dus stel voor, hier zit nu straks niks goeds in, maar hier zit de Snorlax. Oh, dan balen jullie wel echt. Dat is wel pijnlijk, hoor. Dat is wel pijnlijk. Oké, doe lekker mee, dames en heren. Jullie kunnen dit... sowieso dit pakje wordt weggegeven. Wat erin zit is al bepaald, maar dat weten we straks pas. Ik laat het even een paar minuten doorlopen. Dan kunnen zoveel mogelijk mensen meedoen met de winactie. Pepin, dankjewel voor je donatie. Mokka 020, dankjewel dat je een subje geeft aan Maximilian TV. Do 0596 en Marijke, dankjewel voor jullie subjes. Mastroni 22, dankjewel voor je 300 bits. Thanks baas, shout-out naar jou voor de support. Jilkor, Eude, Vila, Nelle en Maximilian TV en Stan BB. Stan B, dankjewel voor jullie subjes. En Maximilian TV geeft de sub terug aan Mokka 020, thanks daarvoor. Kjeld BVB eentje, dankjewel voor de 310 bits. Shout-out naar jou voor de support. Gekke Glenn, dankjewel voor de 5 euro donatie. Nummer 27, dat geeft 100% geluk. Dat is namelijk mijn geboortedag. Yo, schatje, wil je één ding voor je me doen? Ja. Nummer 27. Wil je kijken hoeveel pakjes daar al liggen? Want nummer 27 schijnt echt zeldzaam te worden. Hoe weet je dat? Ja, dat zeggen ze de hele tijd. Dat zeggen ze de hele tijd. De hele tijd zegt de chat, nummer 27 wordt super zeldzaam. Dus we gaan nu de lege pakjes tellen en dan gaan we kijken hoeveelste pakje dit is. Als dit dan de 27ste is, denk het niet, maar dan word ik helemaal lijp. SDP Deadly Rocket, dankjewel voor je donatie, baas. Yo, Enzo en Vincent, alles lekker. Ik heb een vraagje of je een keer mijn map met Pokémon-kaarten wil bekijken. Nou, ik weet in ieder geval dat Vincent staat vaak genoeg in de winkel. Pokefamily in Overvecht zit die winkel. Dus je kan daar natuurlijk altijd langskomen. Shoshi94, dankjewel voor je sub. Oh, net zoals Martino en Koelduif, dankjewel daarvoor. Handbal23, dankjewel voor je donatie. Leuk dat je misschien een keer voor de vlog gaat leren handballen. Nou, ik kan je vertellen, Myron die heeft vroeger op handbal gezeten. En die is er echt heel goed in, dus... Moeten we een keer doen? Ja, lijkt me heel leuk. Waarom hebben we dat nog nooit gedaan? We hebben wel geschaatst, maar niet handbal. Nee, dat lijkt me heel leuk. Ja, dat lijkt Marion ook heel leuk. Dus het gaat goed komen, handbal 23. Cupa Max en Falco 1994. Bij V12 en El Buffel en Linaatje, dankjewel voor jullie suppies. Maaspa 55, dankjewel voor de 5 euro donatie. Belinda NL, dankjewel voor de 5 euro donatie. Vraag voor Vincent van Pokefamily. Komt er ook een webshop? Utrecht ligt hier niet echt in de buurt namelijk. Ja, goede vraag. We werden laatst ook nog eens op geattendeerd door Enzo en Saïd. En we gaan het doen. Dat is heel top. We gaan het doen. Ik zei tegen Vincent, weet je wat echt sick is als Pokefamily een webshop heeft? Want er zijn natuurlijk ook mensen die niet in de buurt van Utrecht wonen en dan wil je het online bestellen. Maar zo'n website met heel veel spullen, artikelen, want ik ben in de winkel geweest, ik weet hoeveel er is, is eventjes wat werk. Dus geef het even de tijd. En dan uiteindelijk als die webshop online staat, dan wil ik met alle liefde dat even aan jullie laten weten. Dus dat komt goed. Yuki en Steven en Enzo en Evelien Koopmans en Turnpoint, dankjewel voor jullie suppies. Fatal Error Code, dankjewel voor je 5 euro donatie. Hier een kleine extra om de 5000 euro een beetje recht te trekken. Fijne stream. Dankjewel baas, dankjewel. Mommy 2BE en Timme en Xverle en Davy en Lijpenwolf. Dankjewel voor jullie suppies. Dames en heren. Ik denk dat wij de GIF actie gaan wegdoen. Ik jij voelt niet goed dat hij erin zit. 20? Is dit dan de 21ste? Dit is 21. Oké, dit wordt het 21ste pakketje, dames en heren. We hebben dus al 20 opengemaakt. Knolpower. Ik geef jullie nog 30 seconden de tijd om mee te doen. En dan komt de winnaar tevoorschijn. En die laat ik jullie dan weten. Ik ben wel echt bang dat het Snorlax is. Hè? Ja, ik ben er ook bang voor. Ik zie Snorlax zoveel voorbij komen. Ja. Dus het zit ook nu echt... Oi, oi, oi. Eikelbijter 013. Leuke naam trouwens. Dankjewel voor de 5 euro donatie. Heel veel geluk uit Brabant. Nou, dat moet goed komen. Ja, dat is maatje voor mij. Dat is maatje voor jou, Eikelbijter. Ja. Is echt? Sam Hoogland, shout-out naar jou. Thanks voor de sub. Michel Bart, dankjewel voor de 20 euro donatie. Met als tekst daarbij. Dat is Benny op de achtergrond.
Sowieso. SO naar de Full Art trainer. Svensar 1998, Kevin Smits 0492 en Nanky, Furk en Rick en Jeffyman, dankjewel voor jullie suppies. JP 19881, dankjewel voor de 300 bits. RS6 Beast, alweer met een suppie die de weg heeft. En Mommy 2BE ook, dankjewel daarvoor. Mark Meijer, dankjewel voor de 5 euro donatie. Ik heb gisteren ongeveer 95 energiekaarten bij Sheet en Samantha afgegeven voor jou. Wauw, dat is echt love, man. Dankjewel. Dames en heren, maak je klaar. Want de winnaar, dames en heren, de winnaar van deze Pikachu. Hele epische Pokémon pak is geworden. Ik weet niet. Dat is letterlijk de username. Ik weet niet. Geloof het of niet? Die volgt mij sinds 21 maart op Twitch. Dit is de winnaar geworden. Ik weet niet. Ik weet niet. Gefeliciteerd. Ik spam het nu in de chat. Ik weet niet. Dat is de username. Geloof het of niet? Oh, ik heb mezelf mute gegeven op mijn Twitch. Maakt niet uit. Ik weet niet. Jij gaat deze pack opgestuurd krijgen. Wat er ook in zit. Maakt niet jongens. Uit. Wat er ook in zit. Oh, jongens. Wat een slecht idee. Wauw, buitenbeen met een 50 euro donatie, man. Ik ga even kijken wat je erbij zegt. Nog heel even wat mensen feliciteren en bedanken. De Gamer Roynard, dankjewel. En Eve88 voor jullie suppies. Nagedaan. En Stefan, dankjewel voor jullie suppies. Mita Dafayo, dankjewel voor de 500 bits. Jetfire, dankjewel voor je donatie. Thanks daarvoor, baas. Hercules, Wouter, Eikelbijter, dankjewel voor jullie donaties. En buitenbeen dus met een 50 euro donatie. Kan Thijs even een goede I like your kaji doen? I like your kaji. Ik zat toen... Hij moest een keer bij jou komen, je snapt, hè? Hey. Ik las hem iets eerder. Ik ging eigenlijk al zeg maar zo doen. Gewoon. Maar je bent ook zo ver. Iedereen hier vindt de verste. Ja, hij is lekker. Jij verdiende hem ook echt. Het lekkerste knipt jij. Hey, Startfix, wat zie ik nou? Startfix, dankjewel voor de 25 gifted subs, baas. Thanks, Startfix, voor de 25 gifted subs, bro. Thanks voor de 25 gifted subs, man. Shout-out naar jou. Thanks daarvoor. Oude trainer. Oh, echt? Oh, geniaal. Oké, dames en heren, daar gaat-ie. Ik weet niet, heeft deze pack gewonnen door gewoon een zo eerlijk mogelijke giveaway. Dit is super spannend. Dit is echt super spannend. Ik vind het spannender dan voor mezelf eigenlijk. Ja. Oh my god. Want ik weet gewoon dat als dit een lijpe kaart wordt, dan geef ik hem weg. Nee. Oh, dit is jongens. Zo'n verschrikkelijk dom idee. Dit pakje heb ik zojuist weggegeven aan één iemand in de Twitch. En we gaan nu kijken wat erin zit. En 100% wat hierin zit, ook al is het een dure kaart van 1000 euro, 2000, 3000 euro. Ik ga hem weggeven. Oh, Snorlax jongens. Snorlax. Snorlax hoor. Oké, daar gaat hij. Nee. Daar gaat hij, dames en heren. Oh my god. Jullie staan ook daarachter. Oh jongens, wow. Ik wil gewoon meemaken. Maar jullie hebben dus de rechter gekozen. Maar het kan ook zijn dat de linker die jullie niet wilden hebben, dat daar een goede kaart zit. Zit in de linker, jongens. Oh no. Oh nee, dit is... Daar gaan we. Nee, dit meen je niet. Daar gaan we. Ik weet niet. Volgens mij zit je ook helemaal weg te kwijlen thuis. Oh jongens. Die pak ik toch voor mezelf. Oh jongens. Oh, nee. Doe het. Knol power. Is dit het? Holo. Een mooie holo. Dit is mooi. Dit is echt heel erg nice. En weet je wat het allerlijpste is? Die heb ik al. Echt? Ja. Ja, dit is echt heel cool. Ja, dit is heel gaaf. Dit is echt heel gaaf. Ja, dit is mooi, dit is mooi. Dit is echt mooi. Dit is echt heel mooi. Hé, wij zijn echt opgelucht hier zo. Nee, maar dit is mooi, want deze kaart heb ik al. En dan, hoe mooi, dit is de eerste dubbele holo. En dan geven we er eentje van weg. Dat is toch perfect? Dat had zo moeten zijn. Dit kan zomaar 500 euro zijn, hè, bij PSA 10. Gewoon wat je aan de kijker geeft. Dat bedoel ik. Als deze een 10 heeft, hè. Dan kan het zo 500 euro zijn. Het was die. Oh, deze. Oh ja, deze. Deze is van mij. Is het nou links of rechts? Laat de chat stemmen. Even kijken welke beter eruit ziet. Nee, deze is van jullie, dames en heren. Of tenminste van jou. Wauw. Wow. Een sikke kaart. Moet je nagaan, dames en heren. We hebben zoveel kaarten opengemaakt. Wat gebeurt hier allemaal op de stream, dames en heren? Holy shit. We hebben zoveel kaarten opengemaakt. Ook de Pikachu doe ik er trouwens gewoon bij. Je wint het hele pakketje. Dus ik ga deze kaarten gewoon rustig, zuinig voor jou bewaren. En de sleeve die hier omheen zit, ook de hardcase, laat ik gewoon omheen. Om hem goed beschermd te houden. En ik ga hem verzekerd en beveiligd met de post naar jou opsturen. Dat komt helemaal goed. Ik ga ook
cappuccino maken, dus geen Snorlax openen. Nee, ik ga mijn best doen. Maaime gaat de cappuccino maken, dus ik mag niet de Snorlax openen. Maar nu, dames en heren. Maar dit is wel de linker. Dit is wel de linker, dus ik zal deze. We gaan de linker openmaken. Ik ga in de woonkamer kijken. Weet je het zeker? Dan kom ik hierheen gereden. Oké. Ja, ja. Wil jij ook cappuccino? Nee, dankjewel. Jullie wel? Bas? Als zeg maar Enzo weer super druk is, dan ben ik dat ook. Ik heb geen cappuccino nodig. Lekker, maat. Dames en heren, dit is de linker. Dus die we nu gaan openmaken. Dit is de linker. In ieder geval, Sven Hageman, dankjewel voor je donatie. Ik speel zelf Eredivisie basketbal. Ik heb echt genoten van de vlogs waarin jij basketbalt. Superleuk, man. Thanks. Tof om te horen. Ik ga zeker vaker basketballen. Ik wil ook nog een keer een trampoline voor de basketbal zetten. En dan wat trucjes doen. Dat zou heel vet zijn. Serena, dankjewel voor je sub. Daan Wasbauer en Ille Malhanix, dankjewel voor jullie suppies. Miker 200, dankjewel voor de 5 euro donatie. Kan Myron Koekruim om te zeggen, dat kan ze vast straks voor jou doen. Ik weet dat het heel leuk is. Stef Klok, dankjewel voor de 25 euro donatie. Groetjes uit het hoge noorden, het hoge prachtige noorden. Ik was er gisteren nog, was super gezellig. Dankjewel ervoor. Startfix, dankjewel voor je sub. Dat is echt legendarisch. Hij geeft 25 subjes weg en dan daarna doet hij een sub op zichzelf. Niet de man. Dankjewel, legend. Noah, laagsteepje Nas, zonder tekst of wat dan ook, 50 euro donatie. Thanks voor de support van de stream. Er zijn gewoon 33.000 mensen aan het kijken. Het is absurd, dames en heren. Roze, maar Jeffrey, dankjewel voor je sub. En Buitenbeen, dankjewel voor de 10 euro donatie. Ga je binnenkort weer naar Italië toe? Ja, want ik heb een hele leuke extra verrassing. En binnenkort kan er een Knolpower vakantie geboekt worden naar een van de appartementen in Italië. Dus dat wordt heel vet. Dankjewel Aman Zuki voor de 1000 bits. Thanks, baas. Oké, dames en heren, daar gaan we. Zijn jullie er klaar voor? Dit is Snorlax en zo. Oh, dit is het linker pakketje. Nee! 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 Oh! Ik ga niet openmaken. Nee! Nee! Ik kon erin zien. Nee! Nee, jongen. Hij is zo naai. Dit is zo gemeen. Hij zegt stop. Hij zegt stop. Bij die linker. Nee. Oh, ik hoor jullie schreeuwen, maar daar is vertraging. Maar hij is zo naai, man. Hij zegt stop. Nee! Slechte wow. Echt heel gemeen. Hey, er is ook meteen een hype train, Enzo, mensen. Let's go! Let's go met die hype train! Let's go! Enzo, dit is heel goed. Enzo, blijf jij zitten anders? Nee, hij moet hem openmaken. Oh ja, ik zit. Ja, ja, is goed. Ja, ja toch? Mag je op mijn warme stoel zitten? Ja, lekker, lekker. Ja, het is lekker voorverwarmd dit. Oh my god. Ja, dan kan jij rustig even eten. Oh, ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, ik zat al de hele tijd kijken. Als jullie voor de rechter gaan, ga ik voor de linker. Wow, ga je voor de bro, linker zijn? Hey. Echt. Ik had deze echt niet zien aankomen, man. Shit. Shit. Oei, joh. Zit weer te trillen? Beetje wel, hè? Oké, dames en heren, nu Noël stop heeft gezegd. Voor de mensen die het niet weten, ik had tegen Noël gezegd, jij mag een pakje openmaken. En als je stop zegt, dan laat ik alles liggen en dan ga je hem openmaken. Ja, dit is insane. Dit is echt niet normaal. Dit kan dan ook zoiets zijn dat het zo komt bij jou. Het zal wat zijn, hè. Abrix, dankjewel voor je gifted sub. Anonymous, dankjewel voor je gifted sub. Menair, dankjewel voor je gifted sub. Royalistic21, dankjewel voor je gifted sub. En Connie Contra. Dankjewel voor de 5 euro donatie. Ja, thanks. Resser Gaming, dankjewel voor het meedoen aan de hype train. Dankjewel voor de 400 bits. Mag de hype train voor jou, Bas? Ja, mooi, hè? Chelsea, dankjewel voor je sub. Raymond, dankjewel voor je sub. Ramstein Fan 86, ook bedankt dat jij meedoet aan de hype train. Hype train. Let's go. Thanks, baas. Oké, Noël. Had je hem al een beetje opengemaakt? Ja. Oh ja. Ik was bezig, toch? Oh ja, ik zie hem hier. Wat net? Maar dit gaat mis, denk ik. Dit gaat mis, ja. Knoop, power. Hij is aan het trillen, jongen, die gast. Niet normaal. Hij is echt aan het trillen. Hij reed die kaart, ja. Dat had ik vorige keer ook, hè. Niet normaal, hoe spannend. We kunnen hem nog altijd knippen. Knip maar. Nee, nee, nee. Knoop, power. Oei. Oké. Okay. Thanks voor de high train, dames en heren. Ik zit hem let's go. Ik zat daar ergens in beeld. Hey, Shaki Gamer, dankjewel voor je gifted sub en PsychonNL. Poker Jim, dankjewel voor je sub en Objectief. En David DB1988, dankjewel voor je 2 gifted subs. Ambert13, dankjewel voor de 10,44 euro donatie. Give me some luck voor mijn herexamen morgen. Veel succes. Johan van Leeuwarden, dankjewel voor je sub en dankjewel dat je meedoet aan de hype train. Hij zit te trillen, jongen. Die kaarten zijn nat geworden. Niks meer waard, de kaarten. Wat vond je spannender, je examen of dit? Ja, ik denk dit. Godzakken. Wow! Wow! Kijk. Oké, okay, goed daar kijken wat je hebt. Ja. Let's go, maatje. Kijk. Mo rook wak.
Oh, ik vind het zo knijs van. Oh my god, als jij nu een goede pakt, hè? Wow. Dit wordt echt spannend, jongens. Dit is zo mooi. Ik vind het zo mooi. Oh. Knol power. Oké, daar gaat ie. Oh. Hype in de chat, mensen. Hype in de chat. Dit zou echt wat zijn. Zo. Hype in de chat, mensen. Pikachu? Let's go. Ik ga de bier. Hey, let's go. Dames en heren, nog een keer. Pikachu? Oh, is dit in de laatste? Oh, continu. Oké. Okay. Oh, hij komt er nog een. Hey, Pikachu! Let's go! Pikachu! Oké, dit is hem. Pikachu. Komt, ja. Hey, na Pikachu, man. Dat is een teken. Nee, hey, nog één! Oh, nog één! Wat jou, hè? Hey, zo spannend, man. Je hebt al kom op. Komt ie. Knol power. Mr. Mime. Oh, Mr. Mime. Okay. Lekker. Okay. Hij zegt lekker. Kutkaars. Ik had het je wel gegund, hoor. Nee. Hey, Mr. Mime. Nee, maar Mr. Mime moet even sleeven. Kijkers, we hebben wel echt een goede keuze gemaakt. Zo, jullie hebben een hele goede keuze gemaakt. Een 500 euro kaart tegen een... Ik weet niet, man. Een paar tientjes. Ja, Twee tientjes. Twee tientjes. Zo, jullie hebben een hele goede keuze gemaakt, dames en heren. Wat voor opluchting is dit voor jullie? Zo. Nou, was leuk, hoor. Ik ga weer achter zitten. Oh my god. Oké. Okay. Nou, weet je wat het is? Zonder cappuccino, hè? Oh, jongens. Ik dacht echt dat dit een was, mensen. Sorry dat we zo hard schreeuwden. Kippenvel. Rip headphone users. Maar ik dacht echt dat dit een was, man. Shit. Hey, thanks voor de hype train level 4, dames en heren. Thanks voor de wederom support. Buiten Been, dankjewel voor je 5 euro donatie. Ik ga 1 gifted sub weggeven. En Enzo mag een naam kiezen als hij dat wil. Oké, is goed. Even kijken. Hier klik ik nu op. Even kijken. Oh, deze. Eline Breukelaar. Ja, ik klikte eerst een account aan met allemaal cijfers. Echt 30 cijfers. Ik dacht, dat ga ik niet doen. Eline Breukelaar. Vincent de Vijver Snorlax. Oh mijn god, die heeft een account aangemaakt. Vincent de Vijver in Snorlax. En daarmee bedoelt hij waarschijnlijk dat als wij de Snorlax unpacken, dan moeten we de cijfer in. De vijver in. Nee. Dat is echt geen. Waarom moet ik die oplezen? Dit is zo gemeen. In Enzo knolkleding dan. In zeker. Okay, ja. Ja, als je dus... Ja, is goed. Jongens, ik doe het. Hè. Dit is echt heel flauw, maar hij ik doe het. Hij doet het. Hey, legend. In knolpower kleding, jongens. Nieuwe vriend. Hey, Dagmar 1215, dankjewel voor je gifted sub aan Lisanne. Wijnie en inkakken is bijnakken. Dankjewel voor je sub. Dankjewel voor je sub, baas. Amanzuki, dankjewel voor je 1100 bits. 1100 bits, Amanzuki. Dankjewel daarvoor. Shoutout naar jou. Koen F1311, dankjewel voor je 10 gifted subs. Shoutout naar jou. En Pats voor de sub. Maar hey, Koen, shoutout naar jou, man. Thanks voor de eindeloze support. En zo. Ja. Hoe lang geleden was dat berichtje neergezet? Want we hebben net een Snorlax gepakt. Ja, dat is wel waar. Nee, die was echt daarna. Die was dat echt, was daarna? Ja, een paar minuten geleden. Ja. Oké. Okay, dat was een paar minuten daarna. 1, 2, 3. Daar komt hij, dames en heren. Nieuw pack opening. Sven 9700, dankjewel voor de 1000 bits. Hype Train level 5 bijna gehaald. Zit op 83%. Dankjewel daarvoor, mensen. Ontzettend vet. Oké, daar gaat hij, dames en heren. Even weer focus bij de pack opening, want we dwalen soms een beetje af. Oké, daar gaat hij. Hey, Q-Bane. Q-Bone bedoel ik. Kijk dan. Evaluaties naast elkaar. Dat is vet, toch? Dit is teken dat Vincent de vijver in moet. Ja, als dit een Snorlax is, moet je de vijver in. Dan ga ik er ook in. Hey. Hand erop! Alleen bij deze. Hand erop. Nee, dat zei je te laat. Dat zei ik ook te laat. Dat zei ik inderdaad. Het is een Peugeot, dames en heren. Het is wel een mooie kaart, moet ik zeggen. Ja. Maar Holo was mooi geweest. Zeker. Jongens, ondanks dat ik de vijver in moet, ik zit nog steeds te hopen dat we hem pakken. Oh, dat is wel aardig. Ja, tuurlijk. Met deze erbij, hoeveel zitten we dan? We gaan even tellen op hoeveel kaarten we zitten. Want de 27e, die zou legendarisch moeten zijn, dames en heren. Oh, ze zeggen al 27. Oeh, is dit 27? Zou best kunnen. Weet je wat je moet doen?
Knolpower. Weet je waar werk, denk ik? Nou? Op YouTube intypen. Snorlax sound. Dan trek je hem aan. Snorlax sound. Als we dat intypen. Nee, dan moet je gaan fluiten. Dan wordt hij wakker. Snorlax. Oh ja, de Snorlax vloed. De Snorlax sound. De Snorlax vloed. Song. Ja, man. Het is nu 24. Oh, dus dit wordt de 25ste? Dit wordt de 25ste, dames en heren. Dus we zitten nog niet op de 27. Even kijken. Eentje eronder. Deze? Ja, die pokerflute. We gaan Snorlax even roepen, dames en heren. We gaan Snorlax even roepen. Ik weet dat ik gemute ben, mensen, maar anders dan horen wij het muziekje niet. Dus laat ons ook even genieten, alsjeblieft. Ja, ik had al een hekel aan die fluit. Verkeerde fluit. Oh, ik weet de goede fluit. Dit was inderdaad de verkeerde fluit. Oh mijn god. Is dat niet die, hè? Ik weet, dit was de verkeerde fluit. Dames en heren, ik heb een betere. Dit is degene die je moet hebben. Ja, dat was ook geen goede fluit. Oh, weet je wat helpt? Als Benny gaat fluiten. Ik heb een fluit liggen daar, toch? Hier met die fluit. Ja, ik denk dat Benny zelf moet fluiten. Ik denk het ook. Die fluit ligt daar ergens in die laadjes, volgens mij. Mensen zijn blij dat ze... Daaronder zie je ze al. Die verpakking, die witte... Juist. Knolpower. Mensen blij dat ze niet nummer 27 hebben gekregen. Echt? Oh ja, nu is nummer 27 volgens mij. Oh, die komt nu. Oh, nee, dit is perfect. Oh. Hoeveel is dit nu? Ja, dit is hem. Dit is 27. Dit is 27. Knolpower. Hij kan het ook gewoon. Hij kan het nog echt ook. Hoe dan? Wel in mijn oor. Ik ga daar ook als de laatste pack om, dan ga ik hem opbouwen. Let op. Oké. Oké, we hebben een Pikachu gesecured. En we hebben een Pidgeot, maar die hadden we net ook al. Ik ga eens even vertellen hoeveel kaartjes we nog over hebben. Dat hoeft eigenlijk niet, want het zijn er 9 als het goed is. 36. Ja. Even kijken. Waarvan 7 holo's, denk ik. Gok niet ik gewoon. Zoveel? Nee, ik gok het gewoon. Ja, het moet wel. We hebben ook zo vaak non-holo getrokken. Kijk. Knolpower. Dames en heren, dit zijn ze nog. Dat zijn nog aardig wat pakketjes. Kijk dan. Oh, die zien er mooi uit, hè? Deze zien er mooi uit. Ik weet precies welke die zit. Ja, die. Deze, man. Ja? Bro, ik voelde dit echt. Bro, Thijs voelt dat. Hij voelt dat soort dingen soms aan. Ja, daar is. Moet hij hem dan niet openmaken? Knolpower. Ja, dat vind ik ook, ja. Oh. Dan moet jij openmaken. Oh, nu ben ik ineens al zenuwachtig. Ja. Schuiven, kom.
Ja. Oh, maatje, kom op. Ik denk echt dat hem is, serieus. Ja, nee, maar dat kan. Dat kan, hè? Dat kan, hè? Ja, dat kan, hè? Gewoon kijken. Dat kan. Maar dan moet jij ook het water in. Dan gaan we met z'n tweeën. Zo mooi. Kom op, hè, jongens. Hey. We zijn al een kopje erbij, hè? Kopje erbij. Kom op. Oeh, Noël, nu snap ik jou, man. Nee, niet daar, nee, niet daar. Nee, daar in het midden. Ja, daarboven. Ja? Wat, hè? Nee, doe jij even boven, zeg. Daar breek mijn snorlex. Nou, zo, ja. Hier zo. Nee, niet kijken. Zag hem al zitten. Nee. Doe je helemaal open schuil of doe je hem zo uitvouwen? Zo, deze ja, zo uit, nee, aan die kant vouwen. Doe jij even open, man. Ja, dan gaat je snorlex. Nee, nee. Trainer, daar ben jij van mij. Ja, geen idee wat ik zeg. Geen idee wat ik zeg. Kijk. Oké, ik weet wat ik moet doen. Weet je nu wat je moet doen? Ja, drie kaarten pakken. Ja, ja. Oké. Eén. Ja. Chat. Eén voor één. Echt een Benny, hè. Echt een Benny. Oké. Okay. Chat. Houd terug. Houd. Ja, het zat hier iemand te trillen nog wel. Oké, komt ie. Oké. Komt ie, jongens. Dit is het moment waar jullie gewacht hebben. Daar gaat hij. Snorlax. Right on. Right on. Dit is heel flauw. Komt ie. Nidorina. Trainer, dat ben jij. Nou, kom er wel. Let op, kom er wel. Pikachu. Hé, hey, lekker man. Oh, ik had echt een snorlexpet om moeten doen. Ja. Is niet anders. Jack Sparrow. Dit was mijn lievelingspokémon vroeger, dat is serieus. Ja? Ja, dus ik denk dat hij mis. Hoe noem je die dan? Die noem ik Maatje. Right on. Die hadden we net ook, toch? Knolpauw. Nee, andere. Hier kom, daar komt hij. Kom op, Maatje, ik gun het je zo. Jongens, dit moeten jullie allemaal gaan clippen, hè? Knolpauw. Maar nu gaat het komen. Nee, ik heb er nog een aantal. Stik met z'n rug. Oké, deze stoot nog niet, jongens. Maar hierna. Oh, weer oh, victorybel. Oh. Ik dacht nog drie hand. Weer een victorybel. Oh my yo. Sick, man. Even de achterkant kijken. Waarom? Voor de print. Oh, deze is weer een lelijke print, man. Nee, serieus. Deze heel dun hier. En dan hier heel dik. Ja, dan is hij minder, ja. Maar is doe een, maar sleeve als je wil. Dit is een 9. Je kan hem ruilen met die van de kijker. Eerst een andere. Eerst een kleine. Was een grapje, ja. Jongens. Eerst een kleine. Dit is een kleine, toch? Ja. Dat doet hij mooi, ja. Lekker, hoor. Oh, je doet voorzichtig. Dat is mooi. Je gaat gewoon om jeugd. Jeugd zijn. Bro, hoe doet nee, maar serieus. Let op, nee, maar let op, let op, let op, let op, hè. Nu vraag je af waarom ik het doe, maar let op. Ik zweet helemaal. Oké. Oh, oké, okay. Okay, kan jij dit doen? Ik wil het niet. Ik verpest hem dadelijk. Dan ga ik daar weer zitten, ja. Hey, maar wel beter dan de wel. Hé, hey, lekker maat. Lekker maat. Hey, thanks. Vince, thanks. Kom, hey. Geef het op voor Benny, dames en heren, in de chat. Ik ga deze ook gewoon weggooien, die zijn helemaal bezweet. Ik heb een nieuwe gepakt, mensen. Zo. Zijn, dankje. Oh, sorry. Man. En dan een hardcase. Dan gaat hij helemaal, Nee, dat is die van Enzo, volgens mij. Oh, heb ik een cappuccino al? Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht, ik help je even eraan herinneren. Oh, ja, want super chill. Je oh, zei thanks. Dat je dan fully energy was. Zeker, zeker. Oh, ik zweet helemaal echt. Oh, dat we snorlax hebben, kunnen het water. Wow, ja, ik krijg deze gewoon niet terug. Ja. Een douche. Daar zit ik nu echt op de hoop op. Ja, ik ook. Oh, dat is ook fijn. Lijkt me wel koud. Maakt me niet uit. Alles waar. Voor snorlax. Oké, okay, ik heb hier een lekkere cappuccino gekregen van Myron. Kijk dan, met een hartje erbij. Oké, okay, dames en heren. Volgende kaartje. Dit wordt lijp. Dit wordt leuk. Ah, lekker hoor, lekker. Delta, laagstreepje iDevil, dankjewel voor je 5 gifted subs. Thanks voor de support, ik waardeer het. Daan, dankjewel voor de €4,44 donatie. Bro, kijk eens 3 keer je geluksgetal voor extra geluk. Ik wil even wat kwijt, een dikke SO naar de held van Pokémon, van Pokéfamily. Wat een chille guy en doet hij echt superleuk mee. Thijs, SO naar jou, echt een mooie gast. Daarbij echt props naar jou voor Janneke.
Leuk om te horen, hè? Leuk om te horen. Heel lief. Anonymous, dankjewel voor je gifted sub aan Emmaatje321. En Amanzuki, dankjewel voor de 300 bits. Elmabo, dankjewel voor de 4,44 euro donatie. Charlotte Love Animal, dankjewel voor je 2 gifted subs. Feralitsa 1, dankjewel voor je sub. Grammetje84, dankjewel voor je gifted sub. En Verang... Verang... Wat een moeilijke naam. Verang Elisa, dankjewel voor je sub. En Buitenbeen geeft even het suppie aan Eline Breukelaar. Ja, ja, komt gewoon zijn woord na. Oké, daar gaat hij. Daar gaat hij. Vind jij niet meer zenuwachtig en zo? Ja, ik ben steeds minder zenuwachtig. Maar straks bij de ene laatste en de laatste, dan word ik heel zenuwachtig. Sematic, dankjewel voor je suppie. En Noah Nas, dankjewel voor je 5 gifted subs, baas. Thanks voor de support op de stream. Persian, die vind ik echt heel erg nice. Die ziet er echt mooi uit. Oké, daar gaat hij. Cubone, lievelings van Thijs. Heet ook wel Maatje. Maatje. Monkey. Nee, kijk. Dat ben jij. Dat ben ik. Paris. Daar gaat hij. Jack Sparrow, zoals Thijs zei. Oh, joh, je hebt dezelfde als mij. Goldien. Oh, dat is echt dezelfde. Ja. Tot nu toe dezelfde. Een Victory Bell. Wat? Oh, het is precies dezelfde pack als mij. Victory Bell. Alweer gewoon. Er hebben wel 4 van gepakt. Waarvan wel gelukkig 3 holo en eentje normaal. Nou, dat is een Ctrl C en T pack. Ja. Iets minder gewoon. Oké, dames en heren. We hebben nog 1, 2, 3, 4, 5, 6. We hebben nog 7 packs, dames en heren. Nummer 4 en zo. Nummer 4? Ja. 1, 2, 3, 4. Dus 4. Daar zit hij in. Oké, let's go. Rick 18032006, dankjewel voor je donatie. Bef. Oh, dankjewel voor je donatie. Welon 1124, dankjewel voor je 5 euro donatie. Much love naar jullie en jullie gezelligheid. Dankjewel, baas. Waardeer het. Zemmer 245, dankjewel voor je donatie. Jelletje, Niels en Ice Whiskey 123, dankjewel voor jullie suppies. Brian, dankjewel voor je 300 bits, baas. Wordt gewaardeerd. Dit pakje is heel lelijk opengemaakt. Dus de tweede die ik zo lelijk openmaak. Sorry daarvoor. Wel met maar een Pikachu. Inderdaad, wel met een Pikachu. Dat is wel nice. Oké, daar gaat hij. Hoppakee. Holy shit, Buitenbeen. Wat gebeurt er nou weer? Buitenbeen met een 50 euro donatie, ouwe. Oh my god, bro. Pikachu? Insane, bro. Dankjewel voor de 50 euro donatie, baas. Thanks voor de lieve hype berichtjes, mensen. Dikke love naar de 30.000 plus mensen. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. 1, 2, 3. Oh, had ik dat nou al gedaan of niet? Mensen, had ik dit nou al gedaan of niet? Sowieso gaat iedereen zeggen ja. Ik weet het niet meer. Dit is heel flauw, hè? Ja, had ik al gedaan. Wel, oké. Oh, ik zie ook heel veel nee. Ik weet niet. Volgens mij had ik het nog niet gedaan. Wel, tenminste, bedoel ik. En anders zien we gewoon de kaart eerder. Ah, Pikachu. Dan heb ik het wel gedaan. Ja. Die zagen we als eerst. Hoppakee. Daar gaat hij, dames en heren. Kan het maar zo zijn. Daar gaat hij. Oh, nice! Ja. Nummer 4! Let's go! Let's go! Die is cool! Ja, deze is nice. Die is cool. Vince en ik zeiden nog op het begin van... Oh, als we Sitter krijgen... En dan gewoon holo... Dat zou heel erg sick zijn. Wat is een beetje de waarde van deze kaart? Ongeveer 350 euro. 350 euro. In PSA 10. Ja. Grading 10, 350 euro, dames en heren. Dit is een mooie kaart hoor, mensen. Kijk, nu komen de holo's. Nu wil je ook gewoon blijven kijken. Nu komen ze. Ze vragen weer om een speedpack. Jullie vragen weer om een speedpack? Ja. Serieus? Oh, dat kan hoor. Speedpack, die vond ik ook wel heel erg leuk. Maar de 27ste al gehad. Ja. Oh, wat zat erin? Viel reuze tegen. Ja. Nou ja, de kijkers blij, omdat ze niet nummer 27 als cadeau hebben gekregen. Even kijken. Even kijken. Michello77 en Dagmar1215, dankjewel voor jullie suppies. Naadbounce en Jasmijn Smit en Buitenbeen, dankjewel voor jullie suppies. Triga243, dankjewel voor de 490 bits, thanks voor de support. Huurselash en Danny Bakker1 en Remy Boy, dankjewel voor jullie suppies. En Remy Boy geeft er zelfs 5 weg aan de mensen hier, thanks daarvoor. Pietertje Gamed, dankjewel voor de donatie. Je bent mijn eerste donor ooit, thanks daarvoor. Oké, dames en heren, ik heb hier een pakje en dit is de Speed Pack opening. Wat we dan doen is we pakken zo snel mogelijk 1, 2, 3 en dan draaien we het om. En dan doen we het gewoon goed en dan draaien we hem weer om. En dan gaan we gewoon op deze manier kijken. En het is altijd leuk om te kijken. Je wil natuurlijk op Snorlax lijken. We hebben hem nu. Dat ging heel snel. Ai, ai, ai. Dat ging echt heel snel. Dus de tweede die we hebben. Dus de tweede die we hebben en geen holo niks. Dat was wel de speedpack, dames en heren. Nou, wie wilde ruilen?
Ja, wie wil er ruilen? Zo. Oké. Daar gaat hij. Dat was wel... Oh, jullie willen er nog één? Maak er één blind open, zag ik. Maak er één blind open. Oh, dat kan ook. Die is ook cool. Dat is ook wel leuk. Moeten wij reageren? Ja, dan moeten jullie reageren. Oké. Ga ik één blind openmaken? Doe ik daarvoor nog wel even een slokje? Cappuccino? Zo lekker. Doe ik dit ook blind? Ik doe alles blind, dames en ik. Ga niet kijken. 1, 2, 3. Zijn er 3, ja, denk ik? Ja. Goed match. Oké. Daar gaat hij omdraaien. Ja, goed. Ja? Daar gaat hij. Wij moeten eigenlijk stil blijven. Wij doen helemaal, wij gaan niet reageren. Komt-ie, daar heb je een Taurus. Daar heb je een Goldeen. Oeh, deze hebben we vaak gezien, is een Bellsprout. Hier hebben we een Monkey. Ook al vaak gezien. Charmander, wat doet die in het pakje? Tot nu toe alles goed, Enzo. Ja. Wow, er is ook even een donatie binnengekomen voor 5 Power. Moet nou kijken of niet? Nee. Doe maar niet. Jij lult? Doe maar niet. Dat is echt. Dat is echt? Ja, dat is echt. Oh mijn god, ja, ik weet het. Dan moet weer de Pika komen, toch? Ja, ik denk nu dat, Vincent, dat je nu... een Goldeen, denk ik wel. Oei. Nee? Bijna. Oeh, was wel een blauw, hè? Nee. Goed. Wat is dit? Dit is Enzo. Dit is... als ik het ben, dan is het... Laten we zeggen de Cubone. De trainerkaart. Oh, de trainer. Kijken, jongens! Let's go! Wow! Let's go! Wow! Oh, man, ik dacht jullie maken een grapje. Wow, nee! Oh, mijn god, ik dacht echt jullie maken een grapje. We zouden stil zijn, maar het lukte niet. Oh, mijn god. Wow, dus dit is tot nu toe de duurste kaart die we hebben gepakt. Ja, dit is de duurste kaart die we hebben gepakt, ja. Oh, my god. De enige die nog duurder kan zijn is Snorlax. Oh, dus dit is de ena hypeste, ja, zeg maar. Hey, ik vind dat jij nu het water in moet springen straks. Nee. Holy shit, dames en heren, dit is sick hoor. Wauw. Hey, sorry rip headphone users. Ik had het even niet onder controle. Ik was stil, dus niet mij aankijken. Rip headphone users, sorry daarvoor. Maar yo, dit is sick. Dit is op het moment de lijpste kaart die we hebben. En als hij een hele goede grading heeft, kan hij dus €1300 waard zijn. Ik vind dat je even een Insta-story moet maken. Ja, dat is niet normaal. Oh, dat is sick. Wow. We zijn er bijna doorheen. Nee. Dat is echt sick. Oh my god. Dit is echt niet normaal. Dames en heren, ik heb hier... Dames en heren, ik heb hier een kaart in mijn handen. Oh my god, als deze een goede grading heeft, kan het gewoon serieus €1300 waard zijn. Toch, Vincent? Ja. Sorry. We zijn volop bezig met de stream. Kom kijken, mensen. Swipe up. Sorry, man. Nee, ik was zo gevoelig. Dit is juist mooi. Oh, dit is zo sick. Zoveel lieve berichten krijg je. Het is echt niet normaal. Zo. Ik heb hem geplaatst. Oh my god. Yo, dit is sick. Dit is een mooie kaart. Dit is een mooie kaart. Thanks, baas. Dit is een mooie kaart. Hier ben ik heel blij mee. Echt heel blij mee. Oké, dames en heren. De support blijft maar doorgaan. Latis, Hanuelle. Dankjewel. I'm Sue. En Real Fresh Kids. It's Daan. Dankjewel voor jullie suppies. Miker 200. Dankjewel voor de 500 bits. Abrix. Dankjewel voor de 5 gifted subs. Thanks daarvoor voor je support. Remy Boy. Dankjewel voor de €15 donatie. Thijs deed inderdaad bijna de Titanic vloed met die fluit. Dat was echt sick. Dat kwam echt heel erg dichtbij in de buurt. Goed, mijn kaart wordt gejat ondertussen. Koen, dankjewel voor de €10 donatie. Enzo, ik ben in een gunbui vandaag. Zou je 5 gebruikersnamen van Twitch kunnen noemen en dan stuur ik ze een abonnement van niveau 1. Wauw, dat is wel echt sick. Dat is wel echt een hele grote gunfactor. Ik ga gewoon klikken in de chat en ik kom nu op MRS-Fink. Dat is 1. Ik kom op Erja Blue, E-R-J-A Blue. Ik kom op Carrie 2004, K-A-R-R-I-E 2004. En ik kom op Joke Stroken. Joke, stop nou met koken. Joke Stroken. Ja, dat zijn er 5 toch? Dacht ik. Miker 200, dankjewel voor de €5 donatie. Penguin, laagstreepje kan, dankjewel voor de 500 bits, baas. En Melvin 010, dankjewel voor de 300 bits. Dames en heren, deze kaart is sick. Deze is echt heel erg sick. Dit, ik denk dat we hier al echt heel blij mogen zijn. Zeker weten. Echt heel cool. Zeker weten. Maar we zijn nog niet klaar. Maar kijk deze kaarten. Oh, deze zijn sick. Deze zijn heel erg mooi. Nice. Heel blij mee. Echt heel blij mee. Hoeveel pakjes
zijn er nog? Er zijn nog 4 pakjes. Oeh, en dat is mijn lievelingsgetal. Dat is mijn lievelingsgetal. Dus we gaan eens even kijken. We gaan met deze nu beginnen. Dames en heren. Nummer 4 en zo. Ja, ik pak nu nummer 4. Dus dit zou goed moeten komen. Oeh, dit is de derde keer dat ik hem zo lelijk open maak. Sorry daarvoor. Kan gebeuren. Kijk. Daar gaat hij, dames en heren. Bel 1, Link 2, wordt 3. Heel vaak gezegd. Ja, bel Link. Maar Link die is weg op vakantie met zijn vriendin. Hij zou er namelijk eigenlijk vandaag bij zijn. Maar dat lukte niet, want hij was met zijn vriendin op vakantie. Dus die kan ik niet storen, dames en heren. Maar thanks daarvoor. Iromis, dankjewel voor de 4,44 donatie. Hey Enzo, wat een toffe stream. Bedankt voor alle vrolijkheid en positiviteit die je meebrengt. Je geeft me zoveel zelfvertrouwen. Heel veel plezier nog met de laatste pakjes. Let's go, Snorlax! Kijk. Thanks, baas. Ik zag Link in de chat. Oh, Link is aan het kijken. Ja, oh, geniaal. Link kijkt naar de stream. Oh, dan heeft hij tegen zijn vriendin gezegd, ik ga lekker stream kijken. Hey Link, maatje, ja, dankjewel. André, Go3, 790 en Hercules, dankjewel voor jullie suppies. Buitenbeen, nogmaals, dankjewel voor de 50 euro donatie. Het is echt niet normaal. Thanks voor de support. Roxa, ZoBE, dankjewel voor je gifted sub. En Wendy Denise, ook dankjewel voor je gifted sub. Net als Little Pinky, geeft ook even een suppie weg. En Miker 200, met je 30 euro donatie, wilt Maaim een koekkruimeltje zeggen? Koekkruimeltjes! Dat is de welbekende koekkruimeltjes. Oké, laten we weer verder gaan met een pack opening. Dit is dus het vierde pakje. Het vierde laatste pakje, als ik dat zo kan zeggen. En dit kan wel eens een hele bijzondere pack opening zijn. Daar komt hij, dames en heren. Wat komt er na Venonet? Een Clefable. Non-holo, dus die kan je weer afschepen. Non-holo, inderdaad. Kijk eens even. Doen we in de sleeve, doen we weg. Gaan we naar nummer 3. Kijk eens aan. Nummer 3. Jonas06x, dankjewel voor je sub. Aanmaken, dankjewel voor je 300 bits, baas. Basje1234, dankjewel voor je gifted sub aan Kelietje. Star Queen, dat was dus net. Ik had mijn ogen dicht, dus sorry dat ik het niet eerder heb opgelezen. Maar Star Queen, 797 met de 75 euro donatie. Hey Enzo, ik wil heel graag een Pikachu hebben, maar ik krijg hem nooit. Mag ik één van jou? Amber, zeker weten, je mag er eentje van mij. Ik heb er heel veel. Dus ik ga er eentje voor jou fixen. Star Queen 797, stuur even een berichtje. En anders doet mijn moderator Tim van der Wel even een berichtje naar je sturen. En dan zorg ik dat je bij deze een Pikachu van mij, die ik vanavond heb opengemaakt, gestuurd krijgt. Amber, hij komt naar je toe. Dankjewel voor het support van de stream. Sol Obsessed, dankjewel voor je sub. Borduurmeid, dankjewel voor je gifted sub aan Poespummy. En Buitenbeen, dankjewel voor de 25 euro donatie. Volgens mij schrokken mensen zo hard dat ze de stream wegklikten. Ja, er werd heel hard geschreeuwd net. Dat was niet normaal. Daar gaan we, dames en heren. Licky Tang. Ik moet trouwens mijn cappuccino niet vergeten. Want die heeft Mario met alle liefde voor mij gemaakt. Knolpower. Heel nice. Daar gaat hij. Oeh, trainer. Pokeball. Rhyhorn. Jigglypuff. Oddish. Cubone. Meowth. Bellsprout. Yes! Let's go! Let's go! Ja, dat is goed, dat is goed! Dit is zeker goed, dit is zeker goed. Let's go, dames en heren. Let's go. Ik ga hem meteen veilig opbergen. Opbergen. Let's go, Vaporeon, holo. Heel erg nice. Let's go, dames en heren. Let's go, bij een holo kaart. Gaan even staan, dames en heren. Ja, dit is sick, hoor. Let's go. Let's go. Maar Enzo, de nummer 4 van net, die was niet zo goed. Maar ik denk dat we de nummer 4 van de andere kant gedaan hadden. Dat denk ik ook, hè? Ja, ja, precies. Ja, dus nu moeten we de nummer 4 van de andere kant weer doen. Ik zou het tof vinden als je nu Flareon nog erbij bouwt. Dat bedoel ik. Daarom liet ik ze ook even zien. Dan hebben ze gewoon alle drie. Alle drie in holo. Dat zou super vet zijn, dames en heren. Dat zou echt heel erg vet zijn. We hebben nog 2 pakjes, dames en heren. En er komt even een poll in de chat. En dan kunnen jullie stemmen welke wij eerder gaan openmaken. En welke we dus als laatste gaan openmaken. Ik ben heel erg benieuwd welke we als allerlaatste gaan openmaken. Connie Kontgat, dankjewel voor je donatie. Jetfire, dankjewel voor je donatie. Vincent, je bent een baas, maar respect voor jou. Dat is mooi om te horen, toch? Ja, ik vind veel te veel lof naar mij toe, maar echt bedankt. Is ook superleuk. Namens Poke Family is Vincent hier. Gelijk tranen in mijn ogen. Dat is ja, dat is mooi, man. Dat is mooi, man. Het is mooi om te zien. Dankjewel dat jullie zo lief zijn voor Vincent. Voor de mensen die nu inschakelen en die het niet hebben gezien, maar Vincent, voordat hij hier kwam, was hij best wel zenuwachtig om hier te zitten namens Poke Family. Maar hij zit er, hij doet het en ik vind dat je het heel leuk doet, man. Dus gezellig dat je erbij bent. Koen F1311, dankjewel voor je gifted sub en Jokerstrook. Matt Duinkerker, dankjewel voor je 4,44 donatie. Wat kost het om kaarten te graden? Dat is misschien wel een goede vraag voor Vincent. Wat kost het als wij bijvoorbeeld deze willen opsturen?
Bij PSC kost dat momenteel 50 euro. Alleen voordat je ze daar naartoe kan opsturen, dat gaat nog 2 jaar duren voordat ze hem accepteren. 1,5 jaar tot 2 jaar. Bizar. Niet normaal, niet normaal. Je kan hem snel laten opsturen, maar dat kost je dan $300. En aan het einde van de rit, als ze hem becijferd hebben, stel je voor je hebt een 10 of een 9, dan gaan ze daar op basis van de grade die je krijgt, daar gaat nog een bedrag komen die je dan nog moet betalen. Ja? Ja, het is echt bizar. Wauw, dat is sick. Dus het kost wel wat geld om ze te laten graden, dames en heren. Maar graden kan je wel veel meer geld opleveren dan een kaart die niet gegraded is. Hey, heeft Benny wel eentje opengemaakt? Benny heeft eentje opengemaakt toen je weg was. Zeker. Ja, een holo had hij. Ja. Remy Boy, dankjewel voor je 20 euro donatie. Thanks, baas. Koen F1311, dankjewel dat je alweer een gifted sub weggeeft. Gio Fris, dankjewel voor je sub. Ik ga even vragen. Er komt een poll aan, dames en heren. Dan kunnen jullie stemmen. Sorry dat de poll er niet is. Ah, die poll is er nu. Jullie kunnen nu stemmen, dames en heren. Links of rechts als eerste openmaken. Welke gaan we als eerste openmaken? Dus welke gaan we nu openmaken als allereerste? Melvin TV06, dankjewel voor je sub. Lianne Weebroek, dankjewel voor je €4,44 donatie. Jaro Knap en Koen, dankjewel voor jullie suppies. Koen, blijf maar doorgaan, dankjewel baas. Veer Angelica, dankjewel voor je gifted sub aan Anna. Roommates 026, dankjewel voor je €4,44 donatie. Koen wederom met een gifted sub, dankjewel. Aanmaken 310 bits, dankjewel daarvoor. En Shy Honey Bunch en Accuraat, dankjewel voor jullie suppies. Ira 2303, dankjewel voor de €5 donatie. Ik heb een tip, seal je kaarten net zoals een kussen om en om. Zo komt er minder stof tussen en blijft ze mooier. Dat is een hele goeie. Dan hoef je niet alles te slieven, maar om en om. Wel een goede tip. It's Just Mirella, dankjewel voor de €4,44 donatie. Thanks daarvoor. En Ichiku, dankjewel voor de 10 gifted subs. Thanks, baas. Ik waardeer de support enorm, dames en heren. Welke gaan we nu als laatste of als eerste openmaken? Links. We gaan links als eerste openmaken. Maar was dat niet nummer 4? Dat is wel heel gemeen van de kijkers. Ja, dat is nummer 4 van de rechterkant. Dus we gaan deze nu openmaken. Daarna hebben we er nog maar eentje te gaan. En we hebben dus al hele mooie kaarten gepakt. Maar het kan nog mooier worden, dames en heren. Het kan nog mooier worden, wie weet. We gaan er nu achter komen. Ja, maar dit wordt hem, ik voel het, sorry. 1, 2, 3. Zo. Nou ja, kleed je dan maar vast uit voor in het water te springen. Nee, kleding, hè. Oh ja, een knolpauwkleding. Kleding. Een zonnepromotie. Oké. Okay. Han Jobs, dankjewel voor je 4,44 donatie. Nice. Theo Turbo, dankjewel voor je 4,44 donatie. Throwride, dankjewel voor de 300 bits, baas. Oké, daar komt hij, dames en heren. 5400 mensen stemden voor links, dat is 71%. Zo, daar gaat hij. Dat jij zo hard gaat lachen. Ja, oké, daar gaat hij. Komt hij, dames en heren. Oh, zit een snorlexis. Oh my god. Doe ik een backflip. Ja? Ook Jan, dan spring je mee het water in. Hey! Pika, dit is een goed teken. Daar hebben we de Pikachu weer. Gaan we even slieven. Pikachu ook shiny. Nee, je laat hem zien. Nee. Pikachu, hoppakee. Oh, dit is de laatste al. Ah, Venomoth. Venomoth. Oeh, daar hebben we nog maar eentje, dames en heren. Kom op, dat moet wel een holo zijn. Ja, de laatste moet wel een holo zijn. Dat moet wel, voor de afsluiter. Voor de afsluiter. Dat zou wel echt serieus geniaal zijn.